De Luizenmoeder. Anton, er is mijn kind gevallen! Moet ik nou mijn nails doen of niet? Oh, Ank! Ga even zitten. Nee, ik ga niet zitten! Er is je kind gevallen! Wat zit nou? Ga gewoon even zitten. Ik wil gewoon op gesprek tussen ons. Want dan kunnen wij de leerling iets nieuws bijbrengen. Anton, ik ga niet zitten! Nou, Nancy was het er allemaal helemaal mee eens. Nee! Die kan het je zo wel uitleggen. Ga maar Nancy zeggen, maar ga gewoon niet zitten! Ank, ben je gespannen? Nee, maar begin maar! Ga niet zitten, doei! Nou, ik ben directeur Anton. En jullie zijn hier vandaag op stal de Springhop. Mijn stal. En ja, onze methode, we werken hier echt heel goed samen. Ja, echt waar. En ik heb een aantal top-instructeurs. Weet je, en het gaat op een manier. Je hebt de instructeurs en je hebt mij, hè? Mij, de directeur. Dus de instructeurs en ik. En samen zijn we als een schakel. Als een schakel zo sterk, dat is hoe hier de spring op wekt. Morgen allemaal. Nou, we hebben vandaag weer de woensdagavondles. En ik ga jullie allemaal even indelen op jullie ponies. Nina, jij mag wel op Speedy. Nienke, nou ja, jij vindt het niet zo leuk, hè? Jij mag wel op Dora. Vind ik wel een pony voor jou, toch? Oh, blij mee. Even denken. Sophie? Jij gaat op... Oh, hallo! Hi, ik ben Floor en ik ben... Hallo! Dag Floor! Ik ben juf Ank. Jij bent nieuw en jij heet Floor. En Floor, vind je het spannend? Ik vind het heel spannend. Ja, is ook wel een beetje spannend, hè? Dus dit is de groep. Jongens, dit is Floor. Floor is nieuw. Heb je al eerder paard gereden? Eén keer? Floor heeft nog maar één keer paard gereden. Dus we doen allemaal rustig aan voor Floor. Oké? Floor, jij mag op Binky. Binky is nog goed voor beginners. Is dit nou weer dan? Oh, mijn dochter die rijdt toch altijd op Binky? Maakt me niet uit dat ze nieuw is. Suzanne die wil op Binky. En wie ben jij? Ik ben de moeder van Suzanne. Nee, want zij gaat op Binky. Want zij is nieuw, dus zij mag op Binky. En Suzanne zit bijna nooit op Binky. Dus ik zou niet zeggen waar je nou zo boos om bent, hoor. Ja, nou maakt mij toch niet uit dat het meisje nieuw is. Maar mijn dochter die zit altijd op Binky. Nee! En de kinderen glanzen, iedereen in hun eigen waarde. Nou, hier, ik ben het er niet mee eens. Hier op de springhop. Kijk de springhop? Nee. Springt, hij springt, hij springt. En dan werken we allemaal samen. Laten we het gezellig houden hier. Dag. Ouders van klas 2. Dag. Dag. Niet zwaaien. Volkert, kom maar in. Ja, we hebben... Ga zitten, jongen. Ik, wacht even. Ten eerste. Koffie? Ik heb mijn eigen senseo en... Ik hoef geen koffie. Heb je ook heet water? Oh, heet water. Komt dat vanuit de oorlog? Binnen. Heet water. Nee, ik ben niet zo. Doe dat het even. Nog heel even. Nog eventjes. Ja, Anton, ik wou even wat zeggen over... Over die kinderen spekjes voeren naar de les, want ik vind het eigenlijk niet zo heel handig. Aangezien de hele stal volgekotst wordt en ik moet opruimen. Maar ook dat volkert is zelfontwikkeling. Ik snap dat dit vanuit de oorlog gevoelig ligt. Allemaal mensen voorovergebukt in verschillende hokjes die bijna omvallen van de spanning. Misselijkheid. Maar het komt gewoon van die spekjes zijn zuivers, dus we kunnen ook suikervrije spekjes gebruiken. Maar vertel, hoe doe ik het nou? Ik moet die ponies wel nieuw bekappen. En de messen zijn niet meer zo goed. Natuurlijk, mama. Ja, het ging om jou. Maar het is ook belangrijk om andere visies in het bedrijf te hebben. Weet je wel, zo ben ik hier, jij daar en samen zijn wij één. Dat balans tussen het een en het ander moeten wij vinden.
als een koorddanseres volgt. Een koorddanser, wat zeg ik nu? Ja, jij... Ik ben een man. Een koorddanser. Scherp, Volkert, scherp. Maar ja, ik ga maar weer snel verder met koolstofruimen. En ja, dan zie ik je wel weer. Als het is, dan ben ik in de stal. Koolstofruimen. Zoals ik altijd doe. Oké. Okay. Bedankt voor het gesprek. Konnichiwa allemaal! Hallo allemaal! Wat fijn dat je er bent! Ben je voor het eerst hier of ben je al bekend? Stap met je voeten, zet je handen in je zij. Ik ben Ank en wie ben jij? Weer wat te zeiken had. Anke die zegt dat ik niet goed mijn best doe en ik geen goede lerares doe. Maar ja, komt zij met de voorbips en de pielemuis. Dat is al helemaal, wie noemt dat nou zo? Nou ja, Anke die doet veel te voorzichtig met die kinderen. Ze wil eerst dat ze rustig zitten en die praten alleen maar in stap. Maar daar leren ze niks van. Je moet ze meteen over de hindernis jagen. Dan weten ze pas hoe dat is. En dan zegt Anke ook nog dat ik niet mag roken in de bak. Nou, dat is voor mij echt... Nu zit het echt als hier. En dan ga ik echt niet... Ik zie wel, weet je. Ik ga gewoon even een shakje roken. Het is nog geen shak, man. Ik ga even een sigaretje roken. En ik zo weer, oké? Ik ga zo wel even hier de kantine een beetje schoonmaken. Als je het goed vindt. Maar het is Anton. Nancy, ga zitten. Maar Anton, dit werkt niet. Ze hebben het weer over het hooi. Dat van het zomer, Nancy, dat moeten wij gewoon vergeten. Je moet werk en privé gescheiden houden. Dat doe ik ook altijd en dat moet jij ook doen. Dat die ouders het hebben over dat hooi. Maar Anton, dit is nu niet leuk meer. Het gaat alleen maar over ons. Echt? Ja, maar kan er niet meer loslaten? Dat stond zelfs in de nieuwsbrief. En de kinderen, seks begint niet over, we moeten die wel niet denken. Seks gaan dan ook spullen met hun pielemuis en hun voorbips. Dat zegt juf Anke altijd zo. Daar hebben we het niet over, daar gaat het niet om. Zit de koepel aan in je nek te hijgen? Nee, ik ben niet gestrest. Ja, de koepel weer! Wil jij dan alsjeblieft deze administratie doen, Nancy? Ik ga het wel voor je oppakken en dan kun jij even vanmiddag niks doen. Ga, zie ik je dan vanavond bij de natte otter. Zie dit? Nancy, kippenvel. Ben jij vrolijk? Ja, ik ga met Anton naar de natte otter. Nou, ik weet niet of je daar zo blij om moet zijn. Ik heb er heel veel zin in. Ja. Oh, en trouwens, Helma, zou jij aan... Volkert wilde vragen of hij de leidingen al gecheckt heeft. Want, helemaal prima. Veel plezier. Oké, dankjewel. Ja. Last. Dan kun je nou... Niet zwaaien! Klaar. Kom je? Ja. Anton, er is weer een kind gevallen. Wat is er weer?
vallen. Moet je aan de les spelen of niet? Sophie? Jij gaat op Bradley. Wat? Ja, kom maar. Oh, sorry. Oké. Okay. Maakt me niet uit dat ze nieuw is. Susanne, die rijdt al. Laten we het gezellig houden. Nee, niet zwaaien. Doei. Nog eventjes. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik vind dat niet zo ideaal dat we die kinderen spekjes voeren, want ze blijven maar kort in die stal, hè? Kijk, kijk, nog een keer. Ja, ik vind het niet ideaal dat we die kinderen spekjes voeren naar de les, aangezien ze dan blijven kort in die stal, hè? Hou nou af! Nog een keer. Ja, ik vind dat... Ik vind dat niet hetzelfde dat. Ja. Je hebt posttraumatische stressstoornis. En iedereen denkt dat jij dat hebt vanuit de oorlog. Maar dat is dus gewoon niet waar. Maar dat jij nu zegt van, ik noemde vanuit de oorlog. Jij zegt, mijn vrienden, mijn kameraden, mijn kameraden. Grapje, Anton. Nee, het is niet zo. Weet je wel, zoiets, oké? Okay? Zijn wat ik bedoel? Alsof je zo'n terugval hebt. En ja, dat je daar aan terugdenkt, een paniekaanval krijgt. Wow. Over daarover. Ja, en dan denk ik, grapje, Anton. Nee, natuurlijk is dat. Oké, dat is het. Ik vroeg jou nog iets over mijn functioneren. Oh ja. Oh, je zei het al over de kinderen en toen was het van, kan ik nu weer verder met stront scheppen? Weet je van zoiets, katsenpruimen. Maar ja, ik ga maar weer snel verder met katsenpruimen. Zoals ik altijd doe. Oké, stop maar. Zie je dit? Nancy? Kippenvel. Voor Bibs en Pielemuis, dat is al helemaal... Wie noemt dat nou zo? Het is toch gewoon... kan ik dat zeggen? Iets met paarden moeten we eigenlijk hebben.